Ik voel me net Tiger, hoe heet die rare band? Tiger King! Zit ik ook nog met dat panterding aan? Hallo, ik ben Sigrid Kaag en dit is mijn huis. Goldie, kom nou. Kom lievertje, kom. Ze komen zo wel naar binnen. Get your kicks on route 66. Vrouwen moeten niet op hun beurt wachten. Dat doen mannen namelijk ook niet. Vandaag stelde Sigrid Kaag zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66. En dit is mijn woonkamer. Ik woon hier in dit huis sinds 2 jaar. Het ziet er natuurlijk ook best wel vol uit. Dus de kinderen maakten de laatste opmerking van mam, het lijkt opeens een soort Midden-Oosten plus plek. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling, maar het zijn allemaal spullen waar we aan gehecht zijn, los van de banken. Maar die zit heel lekker, dus die hebben we ook maar meegesleept. Ik zit meestal hier. En dan verjaag ik de hond. Nee, kom maar dan. Oké, kom maar. Kijk, dit doet er ook niet meer toe. Dat is toch het huis van de honden. Kom. Kom maar. Wat ben je nou aan het doen? Je hebt het al lang opgegeven mooie banken te kopen, want met kleine kinderen en 4 kinderen, nou, de eerste vlek of de eerste kras, dan hou je je hart vast. En sinds we honden hebben, is het eigenlijk ook best wel prettig. Niemand raakt in de stress. Ik voel me net Tiger, hoe heet die rare band? Tiger King! Zit ik ook nog met dat panterding aan? Ik heb op heel veel plekken gewoond en gewerkt. In Utrecht begonnen met de studie, Cairo, Oxford, Exeter. Daarna in Londen, Den Haag, Jeruzalem, Genève, Bern, Soudaan, Nairobi. Toen naar New York, Amman, terug naar New York, Syrië, Libanon. Ik ben er vast nog één vergeten, weet ik even niet. En toen weer helemaal terug naar Den Haag, mevrouw Kaag uit Den Haag. Dit is de keuken. En verder zul je mij niet zo vaak hier vinden. Ja, de koelkast open en dicht doen. Maar ik kan niet koken en ik hou er ook helemaal niet van. Ik raak er enorm van in de stress. Dus als je mij vraagt of ik een keukenprinses ben, nee. Ik ben zelf opgevoed met klassieke muziek. Mijn zoon is overgestapt van klassiek viool op het schrijven van teksten. En die laat van zich horen via rap. Hij staat tegenwoordig ook op Spotify. Ik weet niet of hij het leuk vindt dat ik dat nou allemaal doe, maar... Je vroeg ernaar, even kijken. De teksten gaan ergens over. En geen vloeken vind ik ook goed. Maar weet je, rap is een cultuur en er zijn zoveel hip-hop. Ik zeg rap, ik geloof dat het hip-hop is. Mijn zoon zal allemaal denken dat ik het helemaal verkeerd zeg. Ja, ik krijg vast nu allerlei commentaren, maar het is oké. Okay. Ja, mensen kennen mij, en lijkt het, van sneakers. Sneakers. Ik heb hier een deel van de sneakerkast. Het zit lekker. Je kunt het met een zwarte broek dragen. Het zit gewoon goed, maar ook met een bepaalde jurk. En ja, het zit heerlijk en je kunt het heel chic aankleden. Ik lijk nou net een schoenenverkoopster, maar het zit gewoon hartstikke lekker. Er is geen enkele vrouw die anders zal beweren, volgens mij. Ik hoop dat jullie wat van mijn huis hebben kunnen zien en ook daardoor een beetje meer van mij. En vergeet niet, als je voor gelijk... Nee, wacht even. En vergeet niet te stemmen als je voor gelijke kansen... Vergeet niet te stemmen als je voor gelijke kansen bent en ieder die kans gunt, stem je D66. Dag. Was dat beter? Wil je meer lijsttrekkers zien? Kijk dan op npo3.nl. Of klik hier, of hier, of hier.